en van tabletsmagazine.nl. En vandaag staan we op de stand bij Samsung. En het is nogal druk, dus ik hoop dat het een beetje verstaanbaar is. Met de nieuwe Galaxy Note 10.1. De Galaxy Note 10.1 2014 editie. Flink verbeterd ten opzichte van de voorgaande generatie. De belangrijkste dingen zijn eigenlijk het display. 10,1 inch display met een hogere resolutie van 2560 bij 1600 pixels. Ook is er een nieuwe quad-core processor met 2,3 GHz. En dat is de Samsung Exynos of een Qualcomm Snapdragon processor. 3 GB aan RAM-geheugen, 32 GB opslaggeheugen, optioneel 4G en een micro SD-kaart reader. Het draait eigenlijk natuurlijk allemaal om het S-pennetje wat je meegeleverd krijgt. Dat gaat hier achter in de behuizing. Dit pennetje kan gebruikt worden om tekeningen te maken, om te schetsen. En er zijn een aantal dingen aan verbeterd. Zo kun je bijvoorbeeld boven het scherm zweven en dan verschijnt er een menu met een aantal opties. Je kunt een eigen menu voor de pen openen, je kunt een aantal dingen zoeken. Je kunt met Screenwrite schrijven op het scherm. Je kunt selecties van het scherm als screenshot maken en je kunt notities maken. Bijvoorbeeld, als ik hierop klik, kan ik een menu tevoorschijn toveren. En in dit menu kun je een aantal snelkoppelingen zetten naar bepaalde applicaties. Een ander snel voorbeeld, als je het menu gebruikt, is Screenwrite. En dan wordt er een screenshot gemaakt. En dan kun je op het scherm schrijven. Save, cancel, noem maar op. Dat menu is een belangrijke nieuwe feature van de Galaxy Note 10.1. Het apparaat draait op Android 4.3 Jelly Bean. Met Samsung's eigen TouchWiz interface, zoals we die eigenlijk al van eerdere versies en andere Samsung tablets en smartphones kennen. Daar is in principe vrij weinig aan veranderd. We kennen ook nog steeds de multi-window feature. Daarmee kan je verschillende applicaties naast elkaar draaien, bijvoorbeeld de contactenapplicatie en daarnaast de e-mailapplicatie. Nou, die kun je breed trekken, klein trekken. Dat is de multitask feature. Het belangrijkste is dus die S Pen stylus, de multi-window feature, TouchWiz interface over Android en het hoge resolutie display. Dat moet samen met de processor en 3 GB aan RAM-geheugen voor krachtige prestaties zorgen. Het apparaat verschijnt in volgens mij november in Nederland. De prijs lees je in het artikel.